Ik ben Larissa Zegveld, directeur bij King, dochterbedrijf van de VNG. En ik ben Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool. En we gaan het vandaag hebben over de dilemma's die zijn ontstaan door de veranderende rol van informatie in de samenleving en met name ook de rol van de overheid hierbinnen. Bert, participeren in de samenleving, daar gaat het vandaag om. Dat betekent in mijn woorden zelf kiezen, zelf besluiten, zelf ondernemen. En om dat goed te kunnen doen heb je informatie nodig van de overheid. Minister Schippers heeft bijvoorbeeld voor het kiezen van een ziekenhuis, als je behandeld moet worden, bedacht: ik zet de ziekenhuistarieven openbaar. En in plaats van dat wij daar als burger blij van werden, ontstond er echt een beetje woede eigenlijk in de media. Hoe kan jij dat verklaren? Wat gaat hier mis? Het is inderdaad zo dat je burgers moet toerusten op de participatiesamenleving. En wat gaat er dan nu gebeuren? Burgers blijken in heel andere termen te praten. Die vinden andere dingen belangrijk. Dus als ik als burger een vraag stel aan mijn telefoon: waar is de dichtstbijzijnde dokter? Dit heb ik gevonden. Dan krijg ik nu antwoord van mijn telefoon. Ik wil misschien straks als ouder ook wel de vraag stellen: heerst er hier griep? En dat is een nieuw soort van vragen waarbij een hele nieuwe informatievoorziening nodig is. Oké, dus kan je stellen dat wij veel meer real-time informatie eigenlijk ter beschikking moeten stellen? Wat ik laatst hoorde is dat de NS heel veel moeite heeft om real-time informatie ter beschikking te stellen en dat ze dat handmatig aan het verwerken zijn. Ja. Daarom hoor je zo slecht bij een vertraging wat er aan de hand is. Ja, precies. Dus die informatie die we bijvoorbeeld nu hebben over griep, die de GGD heeft, is informatie ten behoeve van het beleidsproces. Die is 4 weken oud, of 5 weken oud, of 6 weken oud. De informatie die een burger nodig heeft, die kan niet ouder zijn dan 2 dagen, want de incubatietijd van griep is 2 dagen. Dat is een heel nieuw informatieproces. Maar een burger moet zelf die informatie gebruiken om dan vervolgens sinaasappels te gaan eten om de griep te voorkomen bij zijn kinderen of bij zichzelf. Dus de informatiebehoefte van de burger is echt anders. En dat betekent dus ook dat de informatietaak van de overheid echt anders gaat worden. Een nieuw domein. Bert, we stelden net vast dat we eigenlijk ander soort informatie nodig hebben. Meer real-time informatie voor burgers. Is er ook iets te zeggen over de taal waarin we dat doen? Jij hebt zelf de 1000 vragen van de burger in je rapport genoemd. Ja. Kan je daar eens iets over vertellen? Ja, burgers hebben een eigen taal. En wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, is we kruipen dichter tegen de burger aan. En je zult gaan merken dat we dan ook de taal van de burger gaan honoreren. Dus bijvoorbeeld, ik heb een hersenbloeding, maar voor een huisarts is dat niks. Hè. Voor een huisarts is dat of een CVA of een TIA. Maar voor mij en mijn familie is dat een hersenbloeding. Dus wat we eigenlijk zouden moeten doen, is we zouden burgerwoordenboeken moeten maken van terminologie die voor de burger normaal is. Hè, zodanig dat hij dan beter kan communiceren met de overheid in zijn eigen taal. En niet zich te hoeft te verhouden tot professioneel jargon. En dan krijg je dus eigenlijk een woordenboek die de systeemtaal, zoals wij het wel eens noemen, hè, ons eigen vakjargon, vertalen naar de woordkeus van de burger. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. En wat je dan doet is in zo'n burgerwoordenboek neem je die beide woorden op. En als een burger het ene woord gebruikt, dan wordt er verwezen naar de professionele term die in alle stukken voorkomt. Ja, en hoe zouden we dat moeten organiseren? Ja, wat je doet is je verzamelt alle termen die burgers gebruiken. Dat kun je op verschillende manieren doen. Vervolgens kijk je of dat de beste termen zijn. Die geef je weer in een linked data formaat. Hè. We gaan in de komende 10 jaar gaan we werken aan het semantische web. En vervolgens kun je die dienst, dat digitale woordenboek wat door computers gebruikt was, inbouwen in al je dienstverlening. Oké, en gebeurt dat al ergens? Nou, we zijn er naar aan het kijken. Dus we zijn nu voor het eerst hebben we een burgerwoordenboek gemaakt voor de raadsinformatie. Dus wanneer is de volgende raadsvergadering? Die vraag kan ik aan mijn telefoon stellen. En vervolgens zoekt hij automatisch de dichtstbijzijnde raadsinformatiesystemen op en komt met die informatie. Bert, we hebben het net gehad over andere soorten informatie wat nodig is. Meer real-time informatie. We hebben het gehad over ander taalgebruik. Meer dichter naar het burgerwoordenboek, zoals jij het hebt genoemd. Ik vind het ander fenomeen ook wel heel erg interessant. En dat is eigenlijk met als voorbeeld de nepnieuwswebsites die nu heel erg spelen. Nou, in maart zijn hier in Nederland ook de verkiezingen. Als we kijken naar Amerika, dan is daar wel het een en ander gebeurd. Wat vind jij daarvan? Ja, mijn beeld is dat het echt essentieel is voor de overheid om daar een rol in te gaan spelen. Door de toename van de hoeveelheid informatie, maar ook de versnelling in de informatie, in het informatieaanbod, is eigenlijk het verschil tussen feit en fictie verdampt. Precies. En er is eigenlijk niet meer een bron van goede informatie. Dus als ik morgen moet gaan stemmen over een groot onderwerp zoals de VIRA, dan sprokkel ik mijn nieuws bij elkaar uit kranten en tijdschriften en televisie en ik kijk maar eens een beetje en dan heb ik een idee. Ik kan niet naar een website gaan, bijvoorbeeld de agenda van Nederland, waar rond zo'n thema staat, wat is het nou precies, wat kost het, wie is er voor, wie is er tegen, wat moeten we ervoor laten en wie heeft het oorspronkelijke idee aangebracht bijvoorbeeld. Het zijn gewoon maar een heel klein aantal, je zou kunnen zeggen, onderwerpjes. Als ik die op dezelfde manier voor alle belangrijke thema's op Rijk, provincie en overheid zou bespreken, dan kan ik daar naartoe gaan. Dan heb ik in ieder geval heel snel een overzicht over zo'n thema. Precies. En is dat een rol van de overheid om zo'n soort informatiebron te laten ontstaan? Ik zou zeggen dat het een verantwoordelijkheid is van de overheid om het te realiseren. Ja. Of je dat alleen doet of samen met andere nieuwsvoorzieningen, dat is nog weer wat anders. Maar ik denk dat het de taak van de overheid is om in een nieuw medialandschap die nieuwe vorm van informatievoorziening, die beter is en efficiënter en meer op feiten gebaseerd is, echt gaan maken. Bert, ik voel een bepaalde vorm van urgentie. En met name dat laatste punt roept bij mij op, we moeten nu iets doen. Dit kan niet langer wachten. Hoe ervaar jij dat? Ja, zeker ook zo. Je moet je realiseren dat het een nieuw domein is voor de overheid. Dus ik zou zeggen, maak een agenda. Probeer die agenda uit te werken in innovatieve projecten. Kijk wat werkt, schaal dat op en realiseer dat zo snel mogelijk. Ja, en heb je een praktisch voorbeeld waar we mee kunnen beginnen vandaag? Nou ja, bijvoorbeeld het streven naar zo'n feitelijke basis onder de civil society is een heel mooi voorbeeld. Daarbij is het de overheid die de aanjager moet zijn en ook in snel tempo dat proces moet versterken. Maar die hoeft dat misschien niet te doen. Die kan dat doen met de schrijvende pers, die kan dat doen met de televisie. Dus dat is zo'n project waarvan je kunt zeggen, we maken een nationale agenda en daarmee gaan we, creëren we een nieuwe vorm van nieuws waarbij burgers, als er nepnieuws ontstaat, altijd weer terug kunnen refereren aan de feiten. Ja, hartstikke mooi. En we moeten dus echt gaan doen. Ja. Stoppen met praten en gaan doen.